Dankjewel Farsi en challenge accepted. Staatsolie staat te trappelen om haar verdere bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals. Zeker ook goed voor ons land, zodat we de economische crisis in Suriname definitief en duurzaam achter ons kunnen laten. Wij zijn ook vastberaden om onze activiteiten duurzamer te maken. Daarom omarmen we de SDGs als een mechanisme om te komen tot een rechtvaardigere en duurzamere wereld. En zullen wij maximaal bijdragen om ze te helpen realiseren. Uit de 5 door Staatsolie gekozen SDGs ga ik kort in op SDG 7, duurzame en betaalbare energie, en SDG 13, klimaatactie. Wij gaan concrete projecten uitvoeren om onze uitstoot per geproduceerde barrel sterk te verminderen. En verder in de toekomst committeren wij ons eraan om per saldo geen uitstoot te hebben. Wij gaan sterk inzetten op duurzame energiebronnen. Hieronder valt het op commerciële schaal produceren van zonne-energie en het verder optimaliseren van onze waterkrachtcentrale. Deze projecten zijn reeds in voorbereiding. Belangrijk ook te noemen zijn de natuurgebaseerde oplossingen. Die kunnen wij goed combineren met het behouden van de status van Suriname als het groenste land ter wereld met een enorme biodiversiteit. Over al deze activiteiten zullen wij rapporteren, waaronder ook in onze jaarrekening. De toekomst is mooi en wij stoppen er energie in. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen. Daarom ben ik blij dat ik de bal mag overhandigen aan Irene Spangenthal van Hem Suriname. Here you go en succes met het team.